Naast de locatie Brandweerkazerne Gemeentewerf moet de gemeente ook zoeken naar een tweede geschikte locatie waar in de toekomst woningbouw mogelijk is. Dat stelt de dorpsraad Ravenstein in een eerste reactie op een locatiestudie die door de gemeente is uitgevoerd. De dorpsraad is het met de gemeente eens dat de locatie Brandweerkazerne Gemeentewerf en een deel van de Kolk als eerste onderzocht moet worden. Voor de langere termijn vindt de dorpsraad wel dat er een visie moet komen voor woningbouw op de locaties Sporthal, Hoge Graaf en Tenniscomplex de Witte Raven en het Kemke. De vraag is namelijk wat er dan met de sportvoorzieningen moet gebeuren, waar in de toekomst nog steeds behoefte aan zal zijn. De dorpsraad vindt in ieder geval dat de woningbouwplannen geen vertraging moeten oplopen door het zoeken naar een geschikte brandweerlocatie. Die zou al vrij snel op de bulk kunnen komen, zo vindt de dorpsraad.